vragen. Yes, het zijn 10 vragen die ik heel snel stel. En jij mag er heel snel antwoord op geven. Oké. Okay. Ben je klaar? Ja. Vraag 1. Een nummer 1 hit of een musical lang uitverkochte zalen? Nummer 1 hit. Vraag 2. Welke hoofdrol zou jou op het lijf geschreven zijn? Once. Vraag 3. Verdien je als musicalster beter dan als leraar? Ja. Veel beter? Ja. Vraag 4. Nationaal deed je al een keer mee, maar zou jij in 2019 mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival? Ja. Oké. Okay. Vraag 5. Drank of drugs? Drank. Vraag 6. Wat vond je van Tommy Christian als Jezus in The Passion? Fantastisch. Vraag 7. Wat is het meest criminele dat je op je kerfstok hebt? App in de auto, denk ik. Echt waar? Denk ik. Ja, ik ben heel braaf verder. Ik vind dat is heel crimineel, hoor. Het is eigenlijk heel gevaarlijk. Ja, dat is waar. Ja. Vraag 8. Waar geef je onnodig veel geld aan uit? De dingen waar ik geld aan uitgeef is allemaal heel erg nodig, vind ik. Dus niks, je hebt geen soort rare shoe fetish of nee. Qua eten dat nee, je maar denkt... fetish kunnen we het echt niet over hebben op Radio 2 nu, maar... Natuurlijk wel, het is 8 over 1. Als we het ooit op Radio 2 over jouw fetish kunnen hebben, dan is het exact op dit moment. Nee, ik geef veel geld uit aan fietsen, aan mijn racefietsen en dergelijke en aan muziek. Dat vind ik allebei wel heel erg nodig eigenlijk. Perfect. Vraag 9. Met welke actrice zou je nog wel eens een dampende liefdescène willen spelen? Jeetje. Meg ook internationaal, hè? Ja, er schiet me echt helemaal niks te binnen. Kun je nagaan? Nee, erg, hè? Ik denk, kun je nagaan hoe ver dat uit mijn... Penelope Cruz. Nee, dat vind ik helemaal niks. Kate Blanchett. Nee, waarschijnlijk als het zo voorbij... Nee, allemaal niet. Nee. Als het zo binnen... Als het gaat me zo nog te binnen schieten, okay, weet ik zeker. Je komt er gewoon nog op terug. Ja. Vraag 10. Wie zou je dolgraag nog eens de waarheid willen zeggen? De waarheid bestaat niet. Oh ja. Dit was hem. De waarheid bestaat niet. Nou ja, jouw waarheid dan misschien. Nee, de waarheid bestaat wel. Nou, ik zou wel eens een keer met Baudet in discussie willen. Lijkt me best interessant. Ja, lijkt mij ook jij heel interessant. Jij en Baudet in discussie met elkaar. En waar zou je het dan voornamelijk over willen hebben? Of mijn microfoon aanstaat. Nee, Nee, dat is heel flauw. Nee, gewoon over het verschil tussen wat hij de ene keer roept en dan de andere keer herroept, zeg maar. Daar ben ik wel benieuwd naar. En waar doe je dan specifiek op? Bijvoorbeeld de ene keer dan verschijnt dit, dan nodigt hij iemand uit en dan die dubieus is en dan zegt hij weer ja, maar dat was niet om die reden of ik wist dat niet. Of dan heeft hij ergens iets noemt over homeopathische verdunning en dan zegt hij nee, dat heb ik niet echt gezegd, dat bedoelde ik niet zo. En dan vind ik er wel benieuwd naar dat verschil. Ik denk dat als je dan ik ben geen fan van Wilders, maar die is wel echt zo rechtlijnig die is heel rechtlijnig in wat hij eenmaal als hij iets vindt, dan vindt hij het, zeg maar. En heb je een tip voor Baudet? Dat je denkt, dat zou ik hem... Nee, ik ga vooral zo door, want dan zijn we er vanaf. Nee. Sorry. Nee hoor, het is hartstikke goed. Politiek moet altijd op basis van de argumenten. Ik hoef het niet iemand niet eens te zijn. Maar het is wel goed dat er mensen zijn die woord geven aan mensen die dat vinden. Ik ga ervoor dat iemand weer gaat roepen dat ik iemand aan het demoniseren ben of zo. Want dat is tegenwoordig al zo'n hekvijftig woord. Dat ben ik helemaal niet. Maar ik zou het wel interessant vinden om een keer daarover met hem in gesprek te gaan. Ja, en je zei de rol die jou op het lijf geschreven is de hoofdrol in Once? Nou ja, dat was. Ik had het daar vanmiddag over. Ik vind Once is een film. Daar is een musical van gemaakt. En alle muziek ervan is van Glenn Hansard. En Glenn Hansard is fantastisch. Die gaan we nog draaien voor jou, hoor. Echt waar? Komt die ook bij? Oh, nou ja, ik vind Glenn Hansard echt geweldig. En wat hij voor die... ik heb hem laatst ook weer gezien in Utrecht in Tivoli. En dat zou ik wel te gek vinden. Dat zou ik heel graag willen. Zou jij ook nu bijvoorbeeld...